Het is vandaag 27 graden buiten, maar waar ik werk is het kapot koud. Wij werken namelijk in een gekoelde ruimte, zodat al dit snoep gewoon lekker blijft. Dus ik heb helemaal geen last van de hitte. Maar wat natuurlijk ideaal is bij dit warme weer, zijn lekkere stukjes watermeloen. Dus ik ga vandaag voor jullie een watermeloenmix maken. En met dat ik deze watermeloenmix maak, ga ik jullie een klein verhaaltje vertellen over deze mix. Watermeloensnoep is namelijk niet heel eenvoudig om te vinden. En met dat ik deze mix bedacht, zei mijn broer... Want voor iedereen die al langer kijkt, die weet dat ik dit snoepbedrijfje samen met mijn broer run. Maar toen zei mijn broer dus van... Nou, ik weet niet of watermeloen of een hele watermeloenmix wel is waar mensen op zitten te wachten. En ik zei, nou, ik denk het wel, want watermeloensnoep is toch gewoon vet lekker. En toen zei hij, ja, maar ik zie eigenlijk nooit mensen watermeloensnoep daadwerkelijk eten. Waarop ik weer zei, ja, maar er zijn gewoon niet zoveel mensen die watermeloensnoep verkopen. Laten we het gewoon proberen en een watermeloenmix maken. Waarop hij zei, oké, laten we het maar gewoon proberen. En wat blijkt? Het is ons beste verkochte mix ooit! En voor de echte liefhebber hebben we zelfs nu kilozakken.